Zo, het is al een paar dagen later nadat die verdomde inbreker hier is geweest. Alleen, ik heb hem al die tijd niet gezien. En ik heb Jelmer al een tijd niet gezien. Er is hier iets niet pluis. Ik kan natuurlijk zelf gaan zoeken, maar loopt natuurlijk wel weer het gevaar om... Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon de mining kijken of die nieuwe gevangene daar zit of wat het ook maar is. Of zou hij misschien dood zijn gegaan door de honger? Of nee, vast niet. 2 dagen zonder eten, dat kan toch wel? Wel. Maar ja, waar is Jelmer? Dat vraag ik me nog steeds af. Ik weet dat 2 aan het vechten zijn. Alleen Jelmer. Waar ging hij nou voor het laatst heen? Toen ik hem de laatste zag, was hij in de mine. Zou hij ook weer terug de mine zijn gegaan? Het is die mine dief, zeg. En koud is die. De mine, gevaarlijk. Gevaarlijk, ga toch weg, man. Oké, je kan hier 2 kanten op. Oké, een spoor en een trap. Kies het spoor. Het is hier heel erg. Ik kies de trap, denk ik maar. Oké, de trap. Hoe diep gaat dit helemaal? Ik ben helemaal nog nooit geweest. Water, wat is dit? Een ondergrondse ravijn? Hadden we dat hier? Ja, een hertog hoort er ook helemaal niet te komen. Wat doe ik hier überhaupt? Het is hier vies, vochtig, het stinkt hier. Nou ja. Oké, gangen, splitsingen. Oh, hey! Hallo. Haha. Ik kom mij opzoeken. Nou, heb ik wat nog meer verkeerd gedaan? Nou, ik heb je al 2 dagen niet gezien, hè? Ja, u zei dat ik moest gaan mijnen, dus... Ja, dus wat is de opbrengst nou? Ik heb honger. Hoezo? Dat maakt mij niet uit. Ik wil eens de opbrengst zien. Ja, oké. Ik heb diamanten. Goh, geef ze aan mij. Oké. Oh, alsjeblieft. Wat heb je nog meer? Ik heb kool. Nou, geef alles maar. En iron. Ja. En lapis. Gold. En redstone. Zo. Nou, je bent goed bezig is voor 2 dagen tijd, moet ik zeggen. Maar meneer, er is iets veel ergers gebeurd. Wat, heb je pijn aan je handjes van het minen? Nee, niet zoiets. Ik was de hele tijd in de mine en ik was een jongen tegengekomen. Wacht, je iemand tegengekomen in de mine? Dat kan niet, dat kan niet. Jawel, zijn naam was Jelmer. Rechterhand Jelmer? Ja, hij heeft mij een heleboel verteld. En toen we aan het minen waren, werd hij door allemaal gravel, dat viel op zijn hoofd. En ik probeerde hem te redden, maar het lukte niet. Wacht even, Jelmer is dood? Ja, zover ik weet wel. Jelmer is dood. Hoezo, waarom zou ik jou geloven? Ja, dat weet ik niet. Ik was aan het mijnen met hem. Hij vertelde mij van alles. En op een gegeven moment ging allemaal gravel viel op zijn hoofd. En ik probeerde hem te redden, maar het lukte echt niet. Dus ik zweer het. En waar hebben jullie het dan over gehad? Ja, nou ja, ik weet nu zowat alles van Roemas. Dus je weet de geheimen van Roemas, wat hier allemaal zit, hoe en wat? Ja, eigenlijk wel. Laat me even denken. Jelmer, waarom zou ik hem gaan geloven? Ik bedoel, Jelmer, dat is gewoon mijn rechterhand. Dit is iemand die ik amper ken. Hij heeft wel natuurlijk hard gewerkt. En als dit niet waar is, wat dan? Ik zweer het op alles. Als dit niet waar is, dan zou u me dood mogen maken. Ik zweer het op alles. Iemand vrijwillig dood laten gaan is natuurlijk ook iets. Dus jij wil zeggen, nogmaals, jij weet nu alles van Roemas door Jelmer. Ja, zo'n beetje wel. Dus Jelmer is eigenlijk gewoon niet te vertrouwen, gewoon te verraden. Hij heeft gewoon alles verteld. Nou, hij heeft me alle geheimen verteld, echt alles. Oh mijn god. En ik ken jou amper. Kom mee. Kom mee. Ik volg u. Jelmer. Eerst Ara, nu Jelmer. Wat is dit hier? Ara zal me hier veel van vertellen. Jelmer wist veel. Ik weet nog steeds niet veel hiervan. Ik weet redelijk wat natuurlijk, maar... Waar gaan we naartoe? We gaan naar de troonzaal. Ik blijf niet in de mine waar iemand dood is gegaan. Wegens instortingsgevaar. Dadelijk ga ik zelf dood. Hallo? Je keek wel uit. Dus je weet ook waar al onze dure spullen liggen nu? Ja, dat weet ik. Shit. Ik weet letterlijk alles. Oké. Kom mee. Ik volg u. Hij weet alles.
alles. Jelmer, hoe kon... Oh, mijn god. Goed. Kom binnen in de troonzaal. Ik ben binnen. Goed, luister. Jelmer is er dus niet meer, zeg jij. Nee. Hij heeft je alles verteld over het gebied Roemas zelf. Ja. Je weet de geheime plekken. Je bent een van ons, zo zie je eruit. Je hebt hard gewerkt de komende 2 dagen. En jij bent nu degene na mij die hier het meest weet in Roemas. Klopt. Wat is jouw naam eigenlijk? Mijn naam is Dylan. Dylan. Gaskreeper. Dylan Gaskreeper. Weet je wat, Dylan? Deze troon die hier staat, is voor jou. Meent u dat? Ja. Maar u kent mij nog helemaal niet lang. Ik ben hier pas een paar dagen. Ja, maar jij weet alles van het gebied. En dat is bijna evenveel als mij. Verder weet hier niemand iets. En we moeten onze band samen dan maar gaan opbouwen. Misschien is het soms een keer goed om zoiets te doen. Ik weet het niet. Maar alsjeblieft, ga zitten. Dank u wel, meneer. En jij met de nieuwe rechterhand. Van Roemas.